Hey hallo, met wie hebben we vandaag het genoegen? Hi, ik ben Martijn, ook wel bekend als Mmaster23. In het dagelijks leven ben ik IT-consultant en daarnaast hou ik heel veel van home cinema. Vandaag reviewen we de LG OLED C8. Top, zet maar aan dat ding. Hey Martijn, die tv ziet er wel echt super strak uit, hè? Ja, het is een hele mooie televisie. Hij heeft een plastic metalen behuizing. Bouwkwaliteit is erg goed. Wat wel een minpunt is, is dat hoewel het scherm flinterdun is, is hij onderaan wat dikker. Ongeacht dat je hem dan aan de muur of op de kast zet, ontstaat er dus eigenlijk een ruimte tussen de televisie en de muur. Dat is wat minder. En verder heeft hij een afneembare voet met een ingebouwde kromming, waardoor de downfiring speakers richting de kijkers worden gestuurd. Dat is slim bedacht. Dat is inderdaad slim. En hoe zit het met de aansluitingen? Een deel van de aansluiting zit aan de zijkant, maar een ander deel zit aan de achterkant. En die wijzen naar achteren, waardoor het er minder mooi uitziet en ook niet heel bereikbaar is. Ongeacht dat die aan de muur hangt of rechtop staat. Oké, duidelijk. Laten we nu van de buitenkant naar de binnenkant gaan. Oké. Het is een 55-inch OLED 4K-scherm met HDR-ondersteuning voor HDR10, Dolby Vision en HLG formaten. Verder draait hij webOS 3.5. Hij heeft 4 keer een HDMI 2.0-poort. Hij maakt ook gebruik van wifi en Bluetooth. In totaal zit er 40 watt aan downfiring speakers in. En natuurlijk de Magic Remote. Zo, dat is niet mis. Laten we snel die specs in actie gaan bekijken. Nou, de eerste keer dat je hem aanzet, valt je onderkaak letterlijk op de grond. Je denkt dat je alles gewend bent van andere schermen en ook je smartphone met OLED. Maar het is toch heel iets anders wanneer het in je eigen kamer aan de muur hangt. Oké, en hoe zit het met de kleuren? Ja, de kleuren spatten echt van het scherm af. De rijke kleuren gecombineerd met het diepe zwart en het contrast tussen het alles zorgt echt dat het heel mooi uitziet. Er zijn verschillende profielen. Zelf gebruik ik altijd de Cinema Profile. Als je die vanaf dag 1 instelt, dan zijn de kleuren zo natuurgetrouw mogelijk. Andere profielen hebben de neiging om de kleuren door te laten slaan. Dus zet hem op cinema stand. Mooi! En hoe zit het met het contrast? Ja, het contrast is niet heel ingewikkeld. Het is simpelweg onbeperkt. Een OLED-paneel maakt niet gebruik van een backlight, zoals een LCD-TV dat wel doet. Dus wanneer een pixel zwart moet zijn, dan staat hij gewoon simpelweg uit. En dat zorgt gewoon voor een oneindig contrast tussen de verschillende kleuren. Veel te lang zijn we gewend geraakt dat op LCD-schermen een soort grijs-zwart tint hebben wanneer zwart getoond moet worden. En deze tv en OLED-panelen gooien die conventie simpelweg in de prullenbak. Oké, helemaal duidelijk. Zeg Martijn, valt er ook een beetje te gamen op deze tv? Ja, op deze tv valt zeker goed te gamen. Dit OLED-paneel heeft een input lag tussen de 20 en 30 milliseconden. Dit zorgt ervoor dat je goed kan gamen. Er zijn LCD-schermen die nog lagere input lag hebben. Maar als je de perfecte combinatie wil tussen home cinema en gamen, dan is de LG C8 een hele goede keuze. Ook is van ghosting bijna niks te merken. En verder heeft deze C8 ook nog een nieuwe functie ten opzichte van de C7. Dat heet Dynamic Tone Mapping. Dat zorgt ervoor dat gamen in HDR een heel stuk helderder wordt dan de voorgaande generatie. Maar voor de details wijs ik graag naar mijn review. Helemaal goed. En wat kun je ons vertellen over die magische remote? Ja, bij de tv is een LG Magic Remote geleverd. Dat is een soort Wiimote-achtige afstandsbediening. Waarmee je met subtiele polsbewegingen een cursor op het beeldscherm kan bedienen. In mijn inzicht werkt dit iets beter dan de touchpad bedieningen van concurrenten. En hiermee ga je simpelweg door de webOS heen. Oké, dat klinkt handig. En kan deze magische remote alle apparaten aansturen? Ja en nee. Je kunt door middel van HDMI CEC kun je andere apparaten zoals een Android box of een Raspberry Pi makkelijk aansturen. Maar infrarood apparaten kan je dat niet. Het is dus geen vervanger voor je Harmony. Wil je snel je Smart TV bedienen? Magic Remote all the way. Wil je een miljard andere apparaten aansturen? Harmony for the win. Wow, 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 wow. Scherm, awesome. Bediening, lekker. Nu alleen nog even kijken of hij ook lekker klinkt. Ja, zeker.
En, doen die speakers een beetje wat we van ze mogen verwachten? Ja, hier kan ik heel kort over zijn. Voor zo'n dun televisie komt er erg goed geluid uit. Mede door de kromme voet wordt het geluid van de downfiring speakers rechtstreeks naar de kijker gestuurd. Combineer deze tv echter met een leuke geluidsinstallatie, zoals een soundbar of een home cinema set. En je kunt echt jaren vooruit. Alright, volgens mij zijn we helemaal klaar voor de samenvatting. Oké, dames en heren, daar komt hij dan. De samenvatting. Ja, ik geef de LG C8 5 van de 5 sterren. De minpunten zijn toch wel de relatief hoge instapprijs. Verder moet je er goed op letten dat alle apparaten die erop aansluiten 4K ondersteunen. En er zit geen ingebouwde Chromecast op. De pluspunten daarentegen zijn de prachtige mooie kleuren. Het zwart wat echt diep zwart is. WebOS wat goed en snel reageert. En natuurlijk de lage input lag. Top. Hartstikke bedankt voor je review. Ja, alsjeblieft. Hey, doei hè. Houden en bedankt.